Mag ik een groot applaus voor de vijfde Sauwelaar van vanavond. Hier is Niek Rovers. Doet hij het? Ja! Ja, ik weet inmiddels hoe het werkt. Hey, als we dat morgen weer doen, 3 op een rij, Jos. Dat is snel verdiend. Dat is snel verdiend bij jou. Goeiedag! Hebben jullie allemaal een portemonnee bij? Zit er nog wat in? Nee? Dat is niet zo mooi. Dat is niet zo mooi. Ja, misschien... Misschien moet ik dan gewoon maar weer weggaan. Weet ik u het zeker? Ja? Nou, dan ga ik gewoon weer weg, hoor. Goeiedag! Collecte! Daar heb ik geld bij, daar. Helemaal niks. Helemaal niks. Nou ja, dan doe ik het niet, hoor. Ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet. Weet het zeker? Ja. Nou, dat doe ik niet. Kent er iemand even een pilsje brengen? Ja, ze hebben niks bij, daar ga ik niet staan collecteren hier, hè? Echt? Ja, vooruit. Ik ga het toch doen. Jos van Etten, die kijkt mij heel kwaad aan, nou. Ik was gisteren al te lang. Ja, ja, jullie hadden niet verwacht natuurlijk dat er een collectant zou zijn. Dat hoor ik al wel. Anders was vast ook niet zo druk geweest. Ja... welkom onze gast uit Bavel. Mooi kapsel, jongen. Voor jou zou ik wel niet veel krijgen, hè? Nee. Je gaf net al niks, maar hoe luidt dat spreekwoord ook weer? Van een kale kip. Ja, van een kale kip kun je niet plukken. Maar je kunt er wel een poot uitdraaien, hè? Ja, dat komt wel goed vanavond. Hé, hey, mijn naam is Karel Contant. En zoals jullie begrijpen... Ik collecteer voor de goede doelen. Dankjewel. En een kleine bijdrage, hè, voor de goede doelen. Voor de arme weeskindjes in Polen. Dankjewel, Michiel. Ja. Ja, zoals u ziet, ik geef altijd 100%, hè. De volle 100%. En dat zouden jullie ook eens moeten doen. De volle 100% geven. Ja, ja, niet als je bloeddonor bent, hoor. Dan zou ik dat niet doen, maar... Hey, ja, hey, ze hadden mij gevraagd om te collecteren, hè, voor de goede doelen. En ik had gelijk ja gezegd, hè. Ja, ja, want goede doelen, dat vind ik belangrijk, hè. Ja, sterker nog, ik heb een gruwelijke nekel aan slechte doelen. Ja, ja, les nog, zat ik hierachter op de pekhoeve, was ik aan het voetballen... en ik moest continu die bal halen... Die gaten in daarnet, ja, slechte doelen, daar heb ik zo'n hekel aan. Maar goede doelen wel, hè, goede doelen wel, hè. En, maar
Ik weet dat er heel veel commentaren zijn op de goede doelen. Want ja, jullie denken natuurlijk allemaal dat er heel veel aan de strijkstok blijft hangen, hè? Ja, ja, maar het is niet allemaal één pot nat, hè? Nee, het is niet allemaal één pot nat. Dan moet ik even uitleggen natuurlijk. Één pot nat, dat is als er twee vrouwen in één bed liggen en er redt er maar eentje zin. Dat is één pot nat. Ja. Ja, ik zal niet zeggen dat ik er niks aan overhoud, hoor. Nee, want uiteindelijk al dat geld wordt netjes verdeeld onder de armen, hè. Links een beetje, rechts een beetje. En het verdient niet slecht, hoor. Het verdient zeker niet slecht. Ik heb het inmiddels geschopt tot, een ton. Hè? Een ton, ja. Snapt hem? Vat hem? Ja? Ga je niet, hè? Jij snapt hem niet, hè? Nou, dat geeft niks. Sommige grappen zijn net Syrische vluchtelingen, hè? Ze komen niet allemaal aan. Oh, ja, ja. Maar die vluchtelingen, hè? Die vluchtelingen hebben voor veel discussie gezorgd dit jaar, hè? Oh, maar niet in Overnhout, hè? Nee, niet in Overnhout. Want wij hebben een troetelwijk. Ja, en daar was veel meer discussie over, hè? Blijven? Moet die nou gekapt worden? Wat moeten we er nou mee, hè? Want iedereen heeft er zoveel herinneringen aan. Maar Ben Martens had de oplossing, hè? Ben Martens had de oplossing. Die zei, schenk dat ding toch gewoon aan de donk. Hè? Die hebben er de meeste herinneringen aan. En daarbij, van al dat eikenhout, kunnen een hele hoop kisten timmeren, hoor. Ja. Einde discussie, zei hij nog. Zand erover. Ja. Ja, Ben Martens. Hé, hey, maar het is een mooi baantje, hè, collecteren. Ja, alleen je moet wel alles bijhouden. Je moet echt alles bijhouden. Dat lukt mij niet zo goed, dus ik schrijf het altijd op in een boekje. Hier heb ik het. Wie niet thuis waren, wie wel wat gaven, wie niet. Zoals hier, ik heb het allemaal opgeschreven, hè. Dus hier zo, de Boerenbond bijvoorbeeld. Die doen niet aan collectors, hè. Nee. En dan heb ik nog gevraagd, hè, aan dat blonde lampje, daar achter de kassa. Ja, ik zei tegen haar, hebben jullie iets tegen collectanten? Nee, als het achter in de winkel niet ligt, niet nee. Maar ik kan wel even naar Bavel bellen. Ja, ja, de Boerenbond, daar kreeg ik niks. En van Jill Eestermans kreeg ik ook niks meer, hè? Van Jill Eestermans. Nee, maar dat snap ik. Want Jill heeft de lessentijd niet zo breed meer, hè? Nee. Jill is flink afgevallen, hè? Ja. Bets van Kuik daarentegen. Oh! Het is een klein vrouwke, maar dit is een groot hart, hè? Ja. Maar, ik heb hier nog meer mensen staan. Hier zo bijvoorbeeld. Mensen die niet thuis waren. Joep van de Maagdenberg. Ja, die was vast en zeker weer met al die hippe papa's en mama's interessant aan het doen. In café, bar, dancing, discotheek Per Paulussen. Of nee? Nee, dat kan niet. Want de Mert is inmiddels afgebrand, hè? Dat heet tegenwoordig anders. Sleutelclub Jan en Ot. Dat is het. Ja. Meda Imperiaal voor de deur. Ja, dan net niet helemaal afdak. Ja, daar. Daar zou Joep wel zijn geweest. Ja. Maar ik belde dus aan bij familie van de Maagdenberg. En ze nu Rutger deed open. En dan moet ik jullie weten, Rutger, die is 11 jaar. Dat is de jongste zoon. En hij deed open met een fles bier in zijn hand en een sigaar. Ja, echt. En ik zei tegen hem, zijn je ouders thuis? Hij keek mij zo aan. Wat denk je zelf? Viezerik? Ja, echt? Ja, dat zei hij. Maar nou had ik toch al geen grote bijdrage van Joep verwacht, hoor. Nee. Die mag zijn kleine bijdrage wel aan Ingeborg geven, hoor. Ja. En wie er nog meer niet thuis was? Knappe Jos, hè? Knappe Jos. Jos Eestermans. Kennen die? Ja, die zal wel weer op de golfclub hebben gezeten. Ja, want die zit vaak op de golfclub, hè? Ja, ik snap daar helemaal niks van. Ik vind dat zo raar. Dat lijkt me echt helemaal niet fijn zitten zonder golfclub. Nee.
Maar ja, goed, hij moet het zelf weten. Hij moet het zelf weten natuurlijk. De knappe was dus niet thuis, maar zijn maat wel, hè? Ja, de lilleke. Harry Goos. Ja. Jullie kent hem, hoor ik. Ja. Dirty Harry. Ja, ja. Ja, ja. Want Harry die wou wel geven, hè? Ja, want als je Harry een gleufje voor zijn neus houdt, dan wordt hij enthousiast, hoor. Ja. Ja. En ik zei nog tegen Harry, moet jij niet golven met knappe Jos? Nee, zei Harry, dat doen wij niet meer samen. Ik zeg, oh, hoe komt dat? Nou, zei Harry, Jos vindt mij een egoïst. Ik zeg, oh, dat is niet zo mooi. Hoe komt dat dan? Nou, zei Harry, we waren samen aan het golven en op de vijfde hol verzwikte Jos zijn enkel. En toen moest ik hem op mijn rug naar de auto dragen. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet egoïstisch? Nee, zei Harry, maar het gebeurde op de vijfde hol en ik had voor 18 betaald, hè? Ja, dus ik moest 13 holes met Jos op mijn rug slaan. Jos op mijn rug slaan. Jos op mijn rug. Ja, vandaar dus. Ja, ja. Ik heb er nog meer, hoor. Weet u wie er ook niet thuis was? Rick Rovers. Daar zit hij toevallig. Die was ook niet thuis, hè? En dat is ook niet zo gek, ook. Want die woont al jaren niet meer thuis. Nee, nee. Die woont in Bavel, hè? Die doet daar ontwikkelingshulp. Ja. Ja, en dat is hard nodig. Ja. Maar, Rick komt altijd voor het niveau nog even terug naar Ulvenhout, hè? Ja, maar die zit overal bij in Ulvenhout. Maar hij heeft dus verkering in Bavel. Ja, ja. Ik vroeg dat les aan hem. Ik zeg, jongen, jij had er vroeger een keileuk vrouwtje hier in Ulvenhout? Ja, zit hij. Ja. Ik zeg, ja, wat was er mis mee dan? Ja, zit hij. Ja. Die had altijd koppijn. Ik zeg, oh ja. Maar die uit Bavel dan? Het die dat niet? Ja, zit hij. Ja, die het daar ook wel, maar die gun ik het. Ja, daar zit hij, hè? Daar zit hij. Rick. Ja, ja. Oh, die Rick, hè? Oh, boef. Ja, ja, Rick. Rick doet dus ontwikkelingshulp in Bavel. Maar je hebt er ook bij doen daar in Ulvenhout, hè? Anita Vissers bijvoorbeeld. Anita Vissers Laameyer, moest ik zeggen, van Sven. Maar Anita Vissers, ja, die is dus getrouwd met een van de toekomst. Ja, dat is ook een beetje maatschappelijk werk, hè? Ja, die doet dat dus hartstikke goed. Maar, daar was ik ook geweest bij Anita. En die deed open met de kleine op de arm. Ja, oh, dat vind ik zo'n lief meske. Dat vind ik zo'n lief meske, Anita. Ja. Ja, ja. Maar Anita zei nog tegen mij, misschien moet ik haar dat ook eens proberen. Collecteren met je kleine in de hand. Dat doen zigeuners ook altijd. Dat vinden de mensen leuk en dat brengt vast meer op. Nou, goed idee, hè? Dus ik heel enthousiast ga collecteren met mijn kleine in de hand. Ja. Ja, wist ik veel wat ze kinderen bedoelden. Ja, die ontvangst was niet zo fijn, zeg maar. Nee, nee. Maar weet je waar je wel altijd fijn ontvangen wordt? Bij de Mechel thuis, hè? Ja, ja, daar belde ik ook aan. En El deed open, dus ik zeg, goeiedag, collecte. En El die zei, oh, manneke, moet jij helemaal door de weer? Kom maar even binnen. Wil jij een bakje koffie? Wil je een kuksje erbij? Heb jij al gegeten? Wil je wat anders drinken? Wil jij blijven slapen? Hoe is het met jullie vader? Ja, het zijn vriendelijke mensen, hè? Het zijn vriendelijke mensen bij de Mechel thuis. Ja, ze staan daar ook, hè? Ik sprak El net nog. Ja, ze staan hier bij de garderobe met Lutoban, ook voor het goede doel. En ik zei net tegen El, oh, heel toevallig hebben wij vorig jaar ook een gezin in de Filipijnen geholpen. Een arme boer met 7 kinderen. Ja, heel zielig verhaal, want hij had 2 jaar geleden zijn vrouw afgegeven. Ja, oh, zei El, zijn vrouw afgegeven. Komt de Mechel naar mij toe? Hij pakt mij vast en zegt, wat kunnen dat ergens? Hoe vrouw afgeven? Ja, de Mechel. Ja, hey, je maakt aparte dingen mee, hè. Ik zal er eens een opzoeken. Hier zo bijvoorbeeld was ik gaan collecteren in de Monsieur Dick Fuikstraat. Dat kennen we wel, hè. Ja, waar onze platte buis woont.
Ja, daar had ik aangebeld en Carla deed zelf open. Dus ik zeg weer, goeiedag, collecte. En Carla zei, ja, waar is het voor? Ik zeg, nou, met het geld van de collecte proberen we arme mensen te helpen, zoals bijvoorbeeld de vluchtelingen. Hoor ik den dik vanuit de kamer roepen, zeg, plabuisje, wie is daar? En, ja, ja, vroeger zei Dick gewoon plat, hè, maar nou mag hij plabuisje zeggen. Ja. Maar goed, dat zei Dick dus. En Carla zegt, ja, het is een collectant. Of we wat over hebben voor de vluchtelingen. En Dick die zegt, ja, dat hebben we wel. Geef er maar een emmer water mee. Voor als ze weer eens binnen willen barbecuen. Ja, ja, de Dick, hè. Ja, van Dick krijg je altijd veel, hè. Van Dick krijg je altijd veel. Commentaar. Ja, ja. Maar, Dick zag toch zijn kans schoon, hè. Ja, ja, want hij pakte een euro. Hij zei, ik doe toch mee, hè. En hij ging zo bij me een bus staan. Hij zei, Carla, pak toe een camera. En hij ging zo bij me een bus staan. En zo die euro erboven. Hij zei, filmen, Carla. Filmen. En Carla, ja, ja. En Dick zo met die euro. Zo heel officieel keek hij in de camera. Liet hij zo die euro erin vallen. Ik zeg, Dick, wat ben ik aan het doen? Ben ik aan het oefenen of zo voor de verkiezingen? Nee, zei Dick. Dan gaan wij direct samen, mijn platbuisje en ik. Dan gaan wij samen met z'n tweeën op de bank, met je zakje chips, achterstevoren terugkijken. Ik zeg, wat gaat er? Nou, zegt hij. Dan gaan wij met z'n tweeën, nee, achterstevoren terugkijken. Ja, zegt hij. Dan krijgen we tenminste ons geld terug. Dan denk ik, ja. Hé, hey, maar dat was ook wat, hè. Want Dick zei het al, die vluchtelingen. Oh, ja, die binnenbrand. Hier zo, op het heistuk. Ja, door die barbecue. Daar was ik ook aan de deur geweest, hè. Ja, dus ik aangebeld en ik had me uitgelegd waar ik voor kwam. Maar ze wouden niks geven, hè. Nee. Nee, ze waren aan het sparen. Voor de uitzet. Ja. Ja, gisteren viel het sneller, hoor. Het kwartje. Ja, maar die vluchtelingen dus, hè. Ja, ik heb dan opgezocht op Google. Want ja, ik ben een beetje nieuwsgierig. Dus ik heb ingetypt vluchteling Ulvenhout. En toen daar krijg je van die suggesties bij Google, hè. Bedoelde u bootvluchteling Ulvenhout? Dus ik, ja. En dus, ja. Bleek dus dat daar helemaal niet de eerste bootvluchtelingen waren, hè, die Afghanen. Nee, we waren helemaal niet de eerste bootvluchtelingen in Ulvenhout. Ik kwam op een link naar Omroep Brabant en daar stond dat wij in Ulvenhout in 2004 al een bootvluchteling hadden hier. Shaki B. Ja. Hé. Hey. Nou snap ik ook waar die B voor staat. Shaki bootvluchteling natuurlijk. Ja. Ja, je maakt wel mee aan de deur. Hé. Hey. Ja. Ja, zo had ik er nog een, hè. Die staat hier vast ook nog wel. Ja. Hoe heet ze ook weer? Oh nee, ja, die deed open in een badjas. En ik zal geen naam noemen, want daar zit ze. Ik belde aan bij, daar zit ze. En ze deed open in een badjas. Dus ik zeg, goeiedag, collecte. En ze zegt, oh, dat is jammer. Ik had eigenlijk een agent verwacht. Ja. Ook jullie kent hem al. Dat is jammer. Nee, maar wat bleek nou? Ze had dus aangifte gedaan. En die politieagent had gezegd, ik kom morgen wel even binnenwippen. Ja! Ja! Dat was dus die seksagent uit Ulvenhout, hè? Ja! Ja! Ja, die agent, dat was ook een gulgever, hè? Ja! En alles uit eigen zak, hè? Ja! Hé, hey, maar ze zit hier in de zaal. Daar zo dus. Hé, hey, ze zei dus. De collecte. Ze ging zo een beetje zo zwoel tegen de deurpost hangen. En ze liet zo'n stukje van haar been zien. En ze had de benen van Duitse Kroes. De vader. Ja. En ze zei tegen mij: kan ik bij jou ook gespreid betalen? En zei ze, hè? Ja, echt? Hé. En ze trekt mij naar binnen. En ze laat daar die een badjas vallen. Staat ze daar, spiernaakt,
in de liefdespak. En ze zegt, jongen, pak maar wat je pakken kan. Ja, dat liet ik mijn eigen geen twee keer zeggen, hè. Heb ik gauw die een badjas gevat? Ja? Hé. Het was wel niet helemaal mijn kleur. Maar hij is wel lekker warm, hè. Nou, en zo tegen het einde van mijn ronde probeer ik altijd nog een pilsje te vatten, hè. Van al dat praten krijg je een beetje dorst. Sorry. Dus ik naar het Brits Club, de Roze Vogel. Ja, die kennen we wel, hè. De Flamingo Bar. Die. En daar stond Niels Goos buiten, hè. Niels Goos, die kennen we wel, hè. Nee? Dat is die. Die woont daarachter op de Strijwijkse weg. Ja, daarnet voorbij Ad en Mieke Peters. Die kennen we wel, hè? Ad en Mieke Peters. Ja, nou. Ja, nee. Nee, ik ga niks over Mieke Peters zeggen. Want die had ik net beloofd aan Mieke Peters. Die heeft al genoeg over zich heen gehad. Ja, en daarbij Ad vond dat ook helemaal niet leuk, hè? Ad vond dat helemaal niet leuk. Nee. Nee, die was nog bij de buurman geweest. En die zei tegen de buurman... Als ik dat nou bij jou een vrouw zou doen, dan zijn wij geen vrienden meer, hè? Nee, zei de buurman. Nee, dan zijn wij geen vrienden meer. Zie je wel, zei Ad, dan zijn wij toch ineens vijanden, hè? Nou, zei de buurman, dat dan ook weer niet. Hoezo, zei Ad? Geen vrienden, geen vijanden, wat dan? Nou, zei de buurman, als jij dat bij mijn vrouw zou doen, dan staan we kiet. Ja, dat zei hij. Althans, ik heb het van horen zeggen, hoor. Hé, was het niet bij, hè? Maar Niels Goos dus, want daar had ik het over. Ik dwaalde een beetje af. Die stond buiten bij de bar en stond om te vloeken, hè? Waar is mijn fiets? Waar is mijn fiets? Nou hebben ze mijn fiets gejat. Het lijkt hier wel de Ark van Kaam. Ik zeg, oh jee, Niels, hebben ze mijn fiets weggehaald? Ja, zegt hij, dat is toch niet normaal? Het begint hier steeds meer op de Ark van Kaam te lijken. Ik zeg, hoezo? Hadden ze mee de Ark van Kaam ook hun fiets weggehaald? Nee, zegt hij. Maar mee de Ark van Kaam moest ik ook naar huis lopen. Ja, en toen zei ik nog. Ja, maar ja, ga ik dat toch gewoon een fiets van François lenen? Ja, zegt hij, heb ik gevraagd, maar die staat mee in platte band. Ik zeg, oh, maar ja, dat kleine stukje, dat kun je toch opblazen? Ik zeg, ja, dat heb ik geprobeerd, maar ik kreeg mijn kop niet tussen de spaken. Ja, heb ik bij de bar nog even een lekkere pilsje gevat. Dan kreeg ik nog een gift. Eerst van Frans, heel apart, 2 euro. Die had hij over of zo. Ja, van een of andere zwerver. Ja. Ja, toen kreeg ik nog een gift van Piet Vlamings. Ja, dat maakt hij niet vaak mee, hè. Nee, en weet je wat hij gaf? Consumptiebon, hè. Ja, ik heb ze hier bij me. Van de Harmonie. Ja, Piet weet wel wat hij weggeeft, hè? Ja, doe maar even wissel, Pietertje. Hé. Hey. Nee, maar ik heb dankbaar werk, hè? Ik heb heel dankbaar werk. Ik zal jullie daar een voorbeeldje van geven. Kunnen jullie die aardbeving in Nepal nog herinneren? Vorig jaar was dat. Aardbeving in Nepal, allemaal mensen dakloos geworden en zo. Heel veel mensen vermist. Daar hadden wij, mee het geld van de collecte, 30 speurhonden naartoe gestuurd, hè? Ja, die mensen waren er heel blij mee, hè? 30 speurhonden. Kregen we nog een nette brief thuis vanuit dat dorp waar we die speurhonden naartoe hadden gestuurd. En er stond in, namens het hele dorp, bedankt voor de honden. Ze waren erg lekker. Ja. Dus, maar ik denk dat het weer eens tijd wordt om een rondje door de zaal te gaan maken. Ik zou zeggen, pak allemaal portemonnees maar ze vast. Ik neem ook wel genoegen mee ulfjes en mee stembiljetten, die vul ik ze zelf al in. Erik van der Westerlaken natuurlijk. En denk eraan, als je zo meteen nog wat geeft, denk er dan alsjeblieft aan wat de Mechel ook altijd zegt. Ik doe het niet voor mijn eigen gewin, maar voor mijn Filipijnse vriendin. Dankjewel! Dames en heren, uw applaus is voor niemand minder dan Niek Robbers!